Woensdag 24 april, dit is U Vandaag. Albert Heijn in Amersfoort beschuldigt personeel van diefstal. Mysterieuze vermissing in Veenendaal. Wie is Lisa Diepeveen? En nationale ombudsman moet lange veten beslechten tussen Renense garagehouder en de gemeente. Goedenavond. Goedenavond. Tientallen medewerkers van een Albert Heijn filiaal in Amersfoort zijn op staande voet ontslagen wegens diefstal. Verslaggever Mark van der Wel, wat is er precies aan de hand? Ja, 20 mensen, een hele hoop. Maar hebben ze nou diefstal gepleegd of is er misschien meer aan de hand? Ik denk het laatste. Oké, tot zo Mark. Nu eerst ander nieuws van vandaag. De hoofdverdachte in de pokermoordzaak heeft in hoger beroep een lagere celstraf gekregen. Hij moet nu 18 jaar de cel in. Eerder was hij veroordeeld tot 20 jaar. De 22-jarige Joshua B. ontvoerde en vermoordde 2 jaar geleden Jelle de Baat uit Hilversum na een avondje pokeren. Zijn lichaam werd gevonden langs de A27 bij Hollandse Rading. De straf is lager geworden omdat Joshua B. nog jong is en onder druk stond van anderen. Het declaratiegedrag van de Utrechtse wethouder De Rijk wordt onderzocht door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De GroenLinks-wethouder heeft voor €1400 aan reiskosten gedeclareerd. Ze reist heen en weer naar Amsterdam waar haar gezin woont. Maar officieel woont ze in Utrecht. De Rijk zegt dat ze zal terugbetalen als het onderzoek uitwijst dat haar declaraties onterecht zijn. De tweede verdachte in de moordzaak rond Richard Bart Nelson uit Soest moet worden vrijgelaten. Dat zei zijn advocaat vanmiddag tijdens de eerste voorbereidende zitting. In de zaak staan een vader en een zoon terecht. De vader zou dronken en verdoofd zijn door drugs tijdens de dodelijke schietpartij. En de zoon was er wel bij, maar zou volgens zijn advocaat alleen maar getuige zijn in de zaak. Doorn heeft het best onderhouden oorlogsmonument van de regio. De groep scholieren die het monument onderhoudt heeft de aanmoedigingsprijs oorlogsmonumenten van de provincie gekregen. De prijs is in het leven geroepen om de mensen die de bijna 200 oorlogsmonumenten in Utrecht onderhouden in het zonnetje te zetten. Dat zijn bijna altijd vrijwilligers. Veel rumoer rond het Albert Heijn filiaal aan de Leusderweg in Amersfoort. Er zijn 20 medewerkers op staande voet ontslagen omdat ze zouden hebben gestolen. Maar de supermarkt zelf doet daar nogal vaag over. Er zijn inderdaad 20 mensen ontslagen, maar waarom willen ze niet zeggen. Verslaggever Mark van der Wel, hebben ze nou gestolen of niet? Ja, dat moet intern onderzoek uitwijzen. Er wordt in ieder geval heel vaag over gedaan. Vanuit het hoofdkantoor in Zaandam van de Grootgutter wordt eigenlijk alleen meegedeeld dat er 20 mensen op straat zijn gezet. Niet of het om vakkenvullers gaat of om cashières en ook niet wat er dan gestolen zou zijn. Het is in ieder geval een heel raar verhaal, want 20 mensen zomaar op straat zetten, dan moet het wel heel grootschalig zijn geweest. Is de politie er ook bij gehaald? Nou, de politie die verwijst meteen door naar de Albert Heijn. Die zeggen het is een interne zaak. We willen niet zeggen of daar aangifte is gedaan. Een paar ex-medewerkers die dus ontslagen zijn, die ik vandaag heb gesproken, die zeggen van nee, er is geen aangifte gedaan. We moesten een verklaring ondertekenen dat we inderdaad toegeven dat we iets hebben gestolen. En dan zou de politie buiten schot blijven. En de filiaalmanager zelf die zou gezegd hebben van alles staat op beeld. Dus teken nou maar, dan zijn we er verder vanaf. Ben jij je baan kwijt en gaan we over tot de orde van de dag. Maar kan Albert Heijn dan zomaar al die mensen ontslaan, Mark? Nou, in Nederland bestaat een regel wat betreft ontslag op staande voet. Dat is bijvoorbeeld gewelddadig zijn op je werk, onder invloed zijn van verdovingsmiddelen en diefstal. Dus dat kan, alleen er moet wel echt een gegronde reden voor zijn. In dit geval zegt de Albert Heijn van die reden is er. Het is uniek wat er is gebeurd, maar we hebben genoeg reden om te zeggen van deze mensen mogen niet meer bij ons werken. Ja, maar die medewerkers zeggen dat het verhaal niet helemaal klopt. Laten ze het er zomaar bij zitten dan? Nou, vooralsnog wel. Een van de medewerkers heeft op internet een reactie geplaatst namens zichzelf en zijn collega's. Die zeggen van nou, er is een intern onderzoek gaande bij de Albert Heijn en dat willen we graag afwachten. Tip is wel om wel een advocaat in de arm te nemen en dat zeg ik dan tegen ze, omdat ontslag op staande voet ook betekent dat je dan geen WW-uitkering krijgt. Dus stel dat je daar fulltime in dienst bent en je wordt zomaar op straat gezet, heb je nergens recht op. Dus dan moet de kantonrechter uitwijzen of een ontslag al dan niet rechtvaardig is. Ja, 20 mensen die in een winkel werken, dat is best veel. Wie was er nou eigenlijk om die winkel te runnen? Kon dat nog wel? Nou, ik ben vandaag even in de winkel geweest. Ook even kort met de manager daar gesproken. Die ook weer doorverwijst naar het hoofdkantoor in Zaandam. De vakken waren gewoon gevuld. Er was even sprake van dat er mensen van andere filialen in Amersfoort daar aan het vullen zouden zijn. Dat is niet zo. Blijkbaar is het personeelsbestand zo groot dat dat intern opgelost kon worden. Dus de winkelend publiek heeft er in principe weinig van gemerkt vandaag. Oké, verslaggever Mark van der Wel, dankjewel.
Garagehouder Bert Henke uit Renen is de wanhoop nabij. Al meer dan 20 jaar ligt hij overhoop met het gemeentebestuur. De garagehouder zegt dat hij stelselmatig en met opzet wordt tegengewerkt door Renense ambtenaren. Ja, rechtszaak op rechtszaak is het gevolg. De kosten zijn voor de belastingbetaler en voor Henke zelf, die er financieel aan onderdoor gaat. De nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer gaat zich er nu zelfs mee bemoeien. Nou, om even aan te tonen dat het niet van vandaag is. Hier hebben we één kast en er staan er hier vier. Die zitten allemaal vol met dossiers. En we hebben daar ook een hele stapel. Er zijn nog actueler. Als het nodig is, dan kan ik het pakken. Bert Henke vertikt het om op te geven. Al jaren heeft de garagehouder ruzie met de gemeente Renen. Dat begon eind jaren 80 toen hij zijn bedrijf wilde uitbreiden. Vanaf dat moment volgt rechtszaak op rechtszaak. En het einde is nog niet in zicht. Als ik een beetje de balans opmaak, dan denk ik dat we de aankomende 10 rechtszaken weer in het verschiet hebben. Ja. De laatste zaak gaat over een stukje grond van Henke langs de Cuneraweg. De gemeente Renen wil het graag kopen om de weg aan te passen. We hebben 5 stukken aangekocht nu. Meneer Henke is de 6e en dan bij de 6e lukt het ineens niet en de andere 5 lukt wel. Maar Henke zegt een goede reden te hebben. De gemeente heeft de grond een agrarische bestemming gegeven, terwijl er jarenlang een kerk heeft gestaan. Volgens Henke is er opzet in het spel. Omdat ze de bestuurlijke macht hebben, gaan ze eerst je grond, wat waarde heeft, waardeloos maken. En dan kloppen ze aan de deur. Oh, je kan een klein prijsje beuren. Wat ligt hieronder? De fundering van een nieuwe showroom. Op het moment dat Henke wil gaan bouwen, loopt het mis. De problemen met de gemeente spelen al meer dan 2 decennia. Ook het tv-programma Zembla besteedde er in 2009 uitgebreid aandacht aan. Veel is er niet veranderd. Nee, we hebben denk ik de afgelopen jaar regelmatig discussies met de heer Henken. En daar zit nog geen einde aan op dit moment. Een discussie, conflicten moet u zeggen. Ja, dat kan je ook noemen. Maar van mij betreft zijn het discussies die je op een goede manier opgelost zou moeten kunnen hebben. De 49e rechtszaak is afgelopen week geweest. En men schiet elke week, elke maand opnieuw pijlen op mij af om mijn stuk te krijgen. Ook de nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft lucht van de zaak gekregen. Ze gaan nu met z'n drieën om tafel zitten. Want zowel Henke als de gemeente willen eruit komen. Dat is mijn inzet en inhoudelijk ga ik niet vooruitlopen verder op dat gesprek. En daar heb ik alle hoop op dat dat goed komt. Gelukkig heb ik begrip gevonden. Volgende week vrijdag dan komt de nationale ombudsman naar Renen voor een eerste gesprek. Zometeen, spookraadslid in Amersfoort komt weer tot leven. En Oranjefeest is voor Utrechtse basisscholen al begonnen. Maar eerst een mysterieuze vermissing in Veenendaal. Op straat hangen posters met een meisje dat al 1,5 week spoorloos is. Ja, maar het vreemde is dat de politie niets van een vermissing weet en niemand het meisje kent. In heel Veenendaal hangen deze flyers met een foto van Lisa Diepeveen die vermist zou zijn. Maar de politie in Veenendaal weet niet wie Lisa is. Sterker nog, ze weten helemaal niets van een vermissing. Het bijzondere van deze zaak is dat wij nog geen aangifte binnen hebben of hebben opgenomen van een vermissing van dit meisje, van ene Lisa Diepeveen. De enige contactgegevens die op de flyer staan is het landelijke telefoonnummer van de politie. Gaat het om een misplaatste grap of is er echt iemand vermist? De politie in Veenendaal gaat in elk geval niet actief op zoek. Als wij geen aangifte hebben van een officiële vermissing, dan gaan we daar niet mee aan de slag. Daarom hopen wij ook dat de familie of iemand uit haar naaste omgeving zich meldt bij de politie. Ja, bij ons aangeschoven is Garko Broeren van bureau Hengeveld. Hi. Je hebt net nog met de politie contact gehad. Weten ze al meer over deze zaak? Nee, er hebben zich nog geen familieleden of vrienden of kennissen van deze Lisa Diepeveen gemeld. Mm-hmm. De politie zegt mij ook, er woont niet eens een Lisa Diepeveen in Veenendaal. Nee, maar zou er een in Amsterdam wonen? Wel in Amsterdam, Lisa Jane Diepeveen. Ja, maar dat meisje zegt helemaal van niks te weten. Ze wordt via Twitter bestookt met allerlei opmerkingen. Maar zij zegt van, ik heb hier niets te maken. Mm-hmm. Waar het steeds meer op begint te lijken is dat er gewoon sprake is van een misplaatste grap. Ja. Ja, maar tips zijn er toch welkom, denk ik, hè? Want je wilt toch het fijne ervan weten. Tips zijn altijd welkom, maar de politie zegt tegen mij, een misplaatste grap zou het heel goed kunnen zijn, maar dan moet de dader zich wel realiseren dat er een gevangenisstraf staat op zoiets. Want dit is het doen van een valse noodkreet. Mm-hmm. En daar kun je niet zomaar mee wegkomen. Er staat een maximum gevangenisstraf op van 1 jaar.
Zo. Dus dat moet zo'n dader zich toch realiseren. Ja, voortaan even bedenken voordat je zo'n grapje maakt als het om een grap gaat. En je hebt straks in bureau Hengeveld ook weer een heleboel spannende bewakingsbeelden. Onder andere van een gewapende overval in Nieuwegein, toch? Ja, inderdaad. Op de Big Bazaar. Dat is een winkel in winkelcentrum, hoe heet het ook alweer? City Plaza in Nieuwegein. Nou, dat wij winkelen daar vaak, ja, blijkbaar. Ongetwijfeld. Dinsdag 19 maart is dat gebeurd. Daar wordt dan de bedrijfsleidster overvallen. We hebben er beeld van, laten we even kijken. We zien hier hoe het gebeurt. Die bedrijfsleidster wordt een kantoortje ingesleurd door die overvaller. Ze wordt bedreigd met een groot mes en dan moet ze de kluis openmaken. Daar ligt geld in, dat pakt die overvaller. In die kluis staat ook nog een kleinere kluis met erop een tijdslot. Nou, er moet natuurlijk even gewacht worden voordat ding open is. En dan wordt ook daar het geld uitgepakt. En al die tijd wordt die vrouw dus echt met de dood bedreigd met dat grote mes. Nou ja, ze staat echt een doodsangst uit. Vreselijk. Ja, en we hopen echt dat deze dader zo snel mogelijk gepakt wordt. Maar dat wordt ook gezegd, hè? Geef gewoon alles wat je hebt als je wordt bedreigd met een wapen. Inderdaad, dat is toch wel het slimste om te doen. Voelt misschien tegen je natuur, gaat het in. Maar ja, geef het toch maar gewoon mee. Want geld kun je beter kwijt zijn dan je leven. Oké, okay. Kijken dus straks met tips voor Bureau Hengeveld. Yes. Garko, dankjewel. Okay. Ruim een jaar was hij niet in de gemeenteraad van Amersfoort verschenen. En hij leek bijna van de aardbodem verdwenen. Maar na een grondig speurwerk van RTV Utrecht werd spookraadslid Eutjan toch gevonden. Ja, en hij kon gelijk bij burgemeester Bolsius op de koffie voor een indringend gesprek. Om uit te leggen wat er aan de hand was. En daaruit kwam ook de belofte dat hij de vergaderingen gewoon weer gaat bijwonen. Gisteravond was het zover. Tot vlak voor de raadsvergadering houdt Eutjan het spannend. Komt hij wel of komt hij toch niet? Terwijl de raadsleden hun plek zoeken en de pers klaarstaat, is Eutjan in geen velden of wegen te bekennen. Ook de raadsleden zelf zijn er niet helemaal zeker van dat hij komt. Ik vond het wel spannend, ja. Ja, wat dat betreft. Maar dan, 1 minuut voor aanvang, is hij daar dan toch. Met een cameraploeg van Po-Nieuws in zijn nek komt hij de raadzaal binnen. Eutjan wil niet geïnterviewd worden, maar leest een verklaring voor. Het woord is aan Eutjan. De reden van zijn afwezigheid, hij was overspannen. Hoe langer je wacht, hoe hoger de drempel wordt. Daarvoor bied ik mijn excuus aan de stad Amersfoort. En dan heeft hij ook nog een boodschap voor de pers. Ondertussen klommen verschillende journalisten die hier wel aanwezig zijn over mijn hek heen. Dat is een stijl. Een andere geleurde door mijn keukenraam, zodat mijn gezin ook gevangen genomen wordt. Compliment voor u. Eutjan eindigt zijn verklaring met de belofte dat hij tot het einde van zijn termijn in 2014 trouw naar de raadsbijeenkomsten zal komen. Ja, als dat nu niet gebeurt, dan weet ik het niet meer. Nee, dan is ook elke geloofwaardigheid weg. Nee, ik vind het goed dat hij er is. Het was de hele tijd de oproep van of geef je zetel op. Of zorg dat je er gewoon bent. Nou, als die er is, vind ik dat prima. En ik verwacht dat hij nu gewoon tot maart 2014 gewoon zijn werk doet, waar die voor is. Mijn excuus nogmaals. Dank je wel. En daarmee gaat de Raad van Amersfoort over tot de orde van de dag. Maar met 1 stem meer. Ja, Eutjan is dus weer aan het werk. Maar of hij volgend jaar weer verkiesbaar is, dat is nog niet duidelijk. Wij gaan eens kijken wat er bij andere media te zien is over onze regio. Bijna alle kranten en nieuwsprogramma's melden dat er nu een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het boren naar het omstreden schaliegas. De PvdA in de Tweede Kamer is overstag. En als het schoon en veilig is, dan stemmen ze ermee in. De VVD was al langer voorstander. En dat is een teleurstelling voor veel gemeentes en natuurorganisaties in onze provincie. Onder meer Utrecht, Amersfoort en Woerden zijn tegen het boren naar schaliegas. Omdat er giftige chemicaliën bij worden gebruikt die het grondwater kunnen vervuilen. En om diezelfde reden zijn ook drinkwaterbedrijf Vitens en frisdrankfabrikant Frumona in Bunnik tegen. Ja, nu er een kamermeerderheid is, lijkt de weg vrij om ook in onze provincie met proefboringen naar schaliegas te beginnen. Teleurgestelde leden van oranjeverenigingen in Elst en Rhenen. Zo zien we bij WNL. Ze hadden de straten al prachtig versierd in aanloop naar de troonswisseling. Maar binnen een dag sloegen dieven en vandalen hun slag en waren de vlaggen verdwenen. Ja, de W van weg en dat naar de V van vlag. Ja, ook burgemeester Van Oostrum is zwaar teleurgesteld. Maar lacht een beetje als een boer met kiespijn. Ja. Tientallen rood-wit-blauwe vlaggen zijn gestolen. En dus gaan de vlaggen in Rhenen voorlopig achter slot en grendel. De Oranje Comité's in Elst en Rhenen roepen de dieven op om de gestolen spullen voor 30 april terug te brengen. En jij hebt ook nog oranje nieuws. Ja, iets heel leuks gezien gisteravond. Onze eigen Maarten van Rossum die geeft een fantastische serie mini-colleges over de koningen Willem I, II, III en ook nog Willem-Alexander bij Pauw en Witteman.
Gisteravond was de eerste aflevering over Willem de Eerste. Was hij buitengewoon in Nederland geïnteresseerd? Nou, eigenlijk meer in Nederland als onderneming. Dan... Ja, u hoort het. De Utrechtse historicus is behoorlijk kritisch over de voorgangers van Willem-Alexander. Willem de Eerste was vooral een koopman die zich bezighield met het vullen van zijn eigen zakken. En Willem de Derde zou zelfs compleet ongeschikt zijn geweest voor het koningschap. Ja, vanavond deel 2. Vrijdagavond geeft Maarten van Ros een college over Willem-Alexander. En ik ben heel benieuwd hoe hij het ervan afbrengt. Ja, of de sportkoning, je weet het niet. Wat voeren regenwormen eigenlijk allemaal uit onder de grond? Ja, u wilde dat vandaag graag weten, want het is de keuze van de kijker geworden. En terecht, want die diertjes doen heel belangrijk werk. En daar moeten die beestjes wel een beetje van bijkomen. En dus bouwden kinderen in Leidsche Rijn een hotel voor ze. Wormen. Je ziet ze nauwelijks. Hun werk speelt zich vooral af onder de grond. Maar ze zijn heel belangrijk voor de natuur. Het is een heel bezig baasje. Hij graaft gangen. Daar in die gangen komt weer zuurstof, water en ook het voedsel. Daar zorgt hij voor. Alles wat hij uitpoept, dat is weer voedsel voor de planten en de bomen. Hard werken dus voor de worm. En een beetje rust is hem wel gegund. Daarom maken deze kinderen vandaag een hotel voor deze kleine vroeter. Een potje wordt gevuld met aarde en zand en bovenop wat blaadjes. Een hotel waar ze kunnen blijven zo lang ze willen. Het is net zoals een eigen huis. Door het glas is te zien waar de worm zich allemaal mee bezighoudt. Nu eerst op zoek naar hotelgasten. En Luna weet wel hoe je die moet vinden. Door op de grond te stampen, dat doet de meeuwen ook. En ja, dan denken de wormen, oh, het regent. Als we niet omhoog gaan, verdrinken we. Dan gaan ze omhoog, ja. En inderdaad, na flink wat gestamp laat de eerste worm zich zien. Ja, hij heeft nu wel even last van de zon. Hij ziet er ook een bleek uit, omdat hij bijna nooit in de zon zit. Kom maar. Zo, die slaapt vast goed vannacht in dit 4-sterrenverblijf. Je hebt zelfs bediening. Inclusief roomservice. Een pissebed is jouw bediening. Ja, wat de Partij van de Dieren hiervan zo vindt, ik weet niet. Waar kunnen de mensen vandaag uit kiezen, Lenny? Ja, weer kinderen en dieren. Dat is toch eigenlijk altijd wel populair bij de keus van de kijker. Allereerst de gorilla's in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Morgen gaan de 6 mannelijke gorilla's voor het eerst hun buitenverblijf verkennen. Misschien weet u het nog wel. Vlak voor Pasen opent het dierenpark Gorilla Adventure. Het nieuwe onderkomen van de gorilla's. Ze gaan via glazen tunnels van binnen naar buiten. En dat is dus waarschijnlijk heel bijzonder om te zien dus. Voor mensen die meer met het Koningshuis hebben dan met gorilla's, zijn er de Koningsspelen. Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft 26 april uitgeroepen tot de dag van de Koningsspelen. In heel Nederland doen bijna alle basisscholen mee aan sporten en spelletjes. En in Lopik wordt het morgen al geopend op het voetbalveld in Lopik. Ja, en dat moet zo in het zonnetje een prachtig gezicht zijn met al die kinderen. In Beeldhoven worden de leerlingen van alle basisscholen morgen verrast. En ik kan nu natuurlijk nog niet zeggen wat de verrassing is. Wel dat burgemeester Gerritsen de verrassing op sommige scholen zelf kon brengen. Als u wilt weten hoe deze kinderen verwend worden, stem dan op keuze 3. Ja, Rix, je kunt dus kiezen uit grote en kleine aapjes. Wat wordt het? Dat is duidelijk. Nou, gorilla's die dus voor het eerst naar buiten gaan. De Koningsspelen in Lopik. Kinderverrassing in Beeldhoven. Ik stem niet mee. U kunt stemmen tot morgenochtend 9 uur op onze website. Ja, we blijven nog wel een beetje in de verrassingssfeer, want de inhuldiging van Willem-Alexander die is pas dinsdag, maar op de Utrechtse basisscholen is het feest al begonnen. Alle kinderen kregen vandaag een uniek cadeautje, want Willem-Alexander heeft een speciale band met zijn geboortestad. Een naamgenoot uit de Meren kreeg het eerste. 33,3% Lotta. Heel goed. 66,2% Maika. Nee. Groep 7 van de Koningin Beatrix School in de Meren zit midden in een rekenles als er ineens hoog bezoek binnenkomt. Goedemorgen. Voor een van de leerlingen wordt het een extra speciale dag. De school heeft een bijzondere naam natuurlijk, de Koningin Beatrix School. En er zit in deze groep één jongetje, dat heet Alexander. Je bent 12 jaar, je heet Alexander en je zit op de Koningin Beatrix School. Niet zo gek dus dat jij dan als eerste het speldje krijgt uitgereikt. Maar Alexander had eerst geen idee wat er aan de hand was. Ik weet niet, gewoon ik dacht iets voor school of zo. Dan is het tijd voor het plechtige moment. Alle scholieren in de gemeente Utrecht krijgen zo'n speldje. En dat betekent dat er vandaag 32.000 cadeautjes worden uitgedeeld.
Mooi, dat is heel mooi. We zijn Dick Bruna ook zeer erkentelijk dat hij dat beschikbaar heeft gesteld. Daar zitten natuurlijk allemaal auteursrechten op. En dat hadden we zonder zijn toestemming niet kunnen doen. Dus hij heeft dat gratis beschikbaar gesteld. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. En de kinderen bleken het spel natuurlijk allemaal prachtig te vinden. Dat is een mooi aandenken aan de wisseling volgende week op de troon. Toch is Alexander niet vernoemd naar de aanstaande koning. Mijn moeders opa die komt ook uit Rusland. Mijn moeder komt uit Rusland. En daardoor ben ik Alexander genoemd, doordat hij ook Alexander heette. Dus daardoor ben ik ook Alexander genoemd. En ja, zo is het gegaan. En of Willem-Alexander een goede koning wordt? Alexander denkt van wel. Hij is wel goed en hij is aardig tegen mensen. Dus ik denk dat het wel goed lukt met hem. En dan is het tijd om weer te gaan. Op een haast koninklijke manier. Ja, en dit is het speldje. Mm-hmm. Riks, wat zie jij erin? Het is erg mooi, speldje. Een soort dommetje op het hoofd van iemand. Ja, het kan ook een hoedje zijn. Je ziet het hier achter me. Een kroontje, denk ik dan. Ja, en als het goed is, krijg ik hem vanavond ook mee naar huis. Okay. Want mijn zoontje krijgt er ook een. Nou, niet stiekem zelf op doen. U krijgt het weer nog. Vanavond zijn er veel opklaringen. Maar vannacht komt er steeds meer bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. Maar zien we ook behoorlijk wat zon. Het wordt dan 20 tot 21 graden. Dat is lekker. Maar 's avonds gaat het regenen. En vrijdag is een echte over. We krijgen een koud en wisselvallig weekend. En de temperatuur blijft steken op hooguit 12 graden. Nou, maar hopen dat het met Koninginnedag wat warmer wordt. Zometeen bureau Hengeveld met Segarko Broeren. Wie zit er bij jou aan tafel, Segarko? Bernard Jens van de politie zit straks op deze stoel. En ik ga het met hem onder meer hebben over een kledingdiefstal in Amersfoort. Twee blonde vrouwen stelen een tas vol met dure spijkerbroeken. En ze lopen zomaar de winkel uit zonder te betalen. Ze zijn goed in beeld, dus hopelijk worden ze herkend. Segarko, dankjewel. Dit was U Vandaag. Meer nieuws vindt u op onze website en op onze app. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan. Ja, fijne avond nog. Dag. Dag.